We praten meteen verder met Robert Molenaar, die het al een beetje voorspelde eigenlijk, hè, voor de wedstrijd. Want je zei, we hadden het over het Afdijshaj en zei, ja, we zijn ook echt heel blij met hem. Om zijn kwaliteit als voetballer, maar ook om wat hij uitstraalt, zo van, ik kan de hele wereld aan. Ja, dat deed hij vandaag ook weer, hè? Ja. Wat een ventje. Nou, ja, ik was eerst zelf niet content elke keer met hem, hoor. Want wij kunnen het niet hebben dat een van de 10 veldspelers... zijn benen stilhoudt op het moment als het even fout gaat. Dus, maar goed, ja, hij... Ging daar het gesprek ook over? Want dat vertelde hij, dat jullie eventjes langs de kant, eigenlijk na die gele kaart, even met elkaar in gesprek waren. Ja, kijk, dat het fout gaat is niet zo'n probleem, want dat moeten we accepteren. Maar dat accepteren, dat moet betekenen dat je meteen weer gas geeft en niet terugdribbelt. Want anders dan komen we er gewoon eentje tekort, zo simpel is het. En dat moest ik hem even in zijn oor fluisteren. Je bent alweer cool aan het analyseren, maar een geweldige goal, een geweldige overwinning. Je bent van de laatste plaats af. Je staat virtueel veilig als het gaat om directe degradatie. Ja, Robert Maaskant, die zei het net al, we kunnen naar beneden kijken. Ja. Verdient wel een glimlach, hè? Ja, nou, ik moet zeggen dat, zeker ook voor die jongens, het is iedere keer weer opladen. Het is iedere keer weer als een bokzak tikken, incasseren en weer recht staan. Ja, dat het nu wat oplevert, dat is, is voor iedereen heel prettig binnen, zowel binnen als rondom de club. Zijn het in die zin misschien gouden punten of dubbele punten, dat ze tellen op de ranglijst, maar ook voor het gevoel? Ja, voor het gevoel zeker. Ja. Hadden we gewoon nodig. En je wist ook, gezien het programma, dat dit eigenlijk zo'n wedstrijd was van, ja, als je hier niet wint, je had het vorige week over bergop, ja, dan wordt het Alpe d'Huez. Ja, dan wordt het steeds krapper en moeilijker. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de opzet van de competitie. Hè? Naar het eind toe gaat het allemaal dubbel tellen en zwaar tellen. Nou, deze mogen dan ook zwaar tellen. Hoop. Even genieten, dagje vrij, ben jij zo'n trainer? Nee, ik vind niet dat we als beloning een dag vrij... Dat was al in het schema opgenomen, dus morgen is inderdaad vrij. Maar niet trainen als beloning, dan... Sla iets over wat je het leukste vindt volgens mij. Dus moet je niet doen. Dat is ook weer zo. Dankjewel. En nogmaals gefeliciteerd. We praten.